Parkinson is een ziekte die steeds vaker voorkomt in Nederland. Bewezen is dat sport een belangrijke invloed kan hebben op deze mensen. Daarom worden er bokslessen georganiseerd voor mensen met Parkinson. En vanuit de Nijmeegse ziekenhuizen zijn er ook samenwerkingen gekomen om betere zorg te kunnen verlenen. De ziekte van Parkinson is een aandoening die beweging, evenwicht en spierstijfheid aantast. Gerry Gerrits van fitnessclub Druten geeft bokslessen aan mensen met Parkinson, zodat mensen met deze ziekte toch genoeg in beweging blijven. Het is eigenlijk een ziekte, een degeneratieve ziekte is het, die eigenlijk steeds minder gaat voor die mensen. Maar door te sporten, zoals wij dit aanbieden, vanuit PBX Nederland, waar we opgeleid zijn, gaan we dit ook op deze manier geven. Proberen we dus te stagneren en dat het niet nog sneller, want stilstand is voor hun niet achteruitgang, maar hele harde achteruitgang in verstijven, in tremor, in sommigen hebben zelfs overstrekking. En je probeert in alle opzichten het makkelijker te maken voor die mensen. Problemen kan ook zijn dat ze heel moeilijk uit bed komen. En dan proberen we daar ook weer gerichte oefeningen op te doen, zodat dat een klein beetje helpt. Voor de deelnemers betekenen deze lessen meer dan alleen beweging. Het helpt om fysiek sterker te worden, maar ook om mentaal positiever in het leven te staan. Ja, ik had er eigenlijk helemaal geen ervaring mee, maar ik vind het wel leuk om eventjes uit te leven. Om even zweet op het voorhoofd te krijgen. En met de groep de oefeningen te doen die dus ten goede komen aan de ziekte van Parkinson bij mij en bij anderen. Nou, voor mij is het een stukje energie krijgen van een workout, wat mij ook de dag doorbrengt. En dat is wel de voornaamste reden. Sowieso sport helpt voor iedereen, maar met Parkinson probeer je eigenlijk dat wat afgebroken wordt, dus de cellen die dopamine aanmaken, die sterven langzaam af, waardoor dus eigenlijk de dopamine zorgt eigenlijk voor een stukje motoriek, een stukje cognitie, cognitieve gedeelte, het bewegingspatroon wat ze normaal is voor de mensen, is bij hun eigenlijk een blokkade geworden. De bokslessen zijn speciaal afgestemd op mensen met Parkinson, die bestaat uit verschillende oefeningen. Alles wordt aangepast aan het niveau van de deelnemers, zodat iedereen op zijn eigen tempo kan trainen. Les bestaat uit heel veel dingen, dus conditiekracht, stretch, cognitieve oefeningen, motorische oefeningen. En die laten we terugkomen. En de voordelen voor hun is dat ze dat in de praktijk uiteindelijk, en die feedback hebben ze recentelijk ook teruggegeven, kunnen toepassen. Nou, ik vind dat hij zich goed verdiept in de persoon zelf. Hij heeft heel veel rust en neemt heel veel tijd voor iedereen. Want we merken toch dat we alles wat langzamer doen dan standaard. En dat is wel prettig. Ook in het Radboud UMC wordt gewerkt aan de toekomst van Parkinsonszorg. Nieuwe samenwerkingen tussen ziekenhuizen en zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Ja, je moet weten dat het aantal mensen met Parkinson heel snel toeneemt. We weten dat er nu al 60.000 mensen met Parkinson in Nederland zijn. En dat verdubbelt dat aantal de komende 20 jaar. En terwijl het aantal zorgverleners niet echt toeneemt. Dus we moeten met minder zorgverleners voor heel veel meer mensen met Parkinson goed zorgen. En daarom vinden we het heel belangrijk als partijen in de regio om met elkaar samen te werken om de zorg toekomstbestendig te maken.